ik ben Vera. Ik ben 7 jaar en ik woon in Oud-Vosmeer. Ik kan heel goed zingen. Dit is mama, ze heet Karin. Ze is juf bij de Peuterspeelzaal. Dit is Finn. Hij is 4 jaar. 5. 5 jaar. Af en toe is Finn heel stout. Een keertje deed hij hem slijm afpakken. Dit is opa, hij heet Cor en hij hoeft niet te werken. Nee, niet te wachten. Dit is oma, ze heet Ineke. En mijn papa is er niet, omdat hij moet werken. En papa heet Gijs. Papa houdt heel erg van duiven. Hier wonen wij ook bij mama. Kom je mee naar binnen? Dit is de woonkamer. Hier doe ik altijd spelen. Deze pop, die heeft het kleden dracht aan. Die heeft zo'n hangertje. Hier zo heeft ze schoentjes. En er zijn 3 rokken. Dit is de naaimachine. Daar heeft oma deze jurk mee gemaakt. Dit is de keuken. En hier ligt een megabonus. Het lijkt op een drol. Omdat hij zo rond gaat. Zo rond gaat. Lekker. Opa is heel grappig. Als wij op de bel drukken, dan zegt hij, ik ben niet thuis. En dan zeggen wij, jawel opa, je bent wel thuis. Dan doet hij zo zijn handen in de brievenbus en zo. En dan laat hij zijn hoofdje zien. Oma heeft een apparaatje om haar nek hangen. En want ze is doof en als ze dat om heeft, dan kan ze je goed horen. En als ze dat niet om heeft, dan moet je heel hard praten. Dan moet ik zo hard praten! Dat was op school. Toen zat ik op de lagere school en dan kwam de fotograaf. Deze twee lijken op elkaar. Hoe komt dat? Weet ik niet. Dat is mijn tweelingzusje. We waren met z'n tweeën. Tante Lia en oma. Ik was deze. Zullen we eens verder kijken? Ja. Kijk. En dan had oma de plooierok aan. En ik vond dat zo'n vreselijke rok. Toen heb ik er gewoon een knip in gegeven met de schaar. En toen hoefde ik hem lekker niet meer aan, want die was stuk. Wie ben jij? Dat ben ik, ja. Een beetje krulletjes. Ja, kan... En nu heb je ook krulletjes. Ja, dat noemden ze vroeger een babykrul. Dat deed mijn mama. Deed dat met een kam, zo draaien en nok. En 2 krullen. En die foto, dat is de opa van mij en de oma. Ik heb ook zoiets. Zo'n cap. En met een spiegeltje aan. Met de spiegeltjes aan. Ja, dat klopt. En vind je dat mooi zo? Ja. Oké. Okay. Ik ben lid van de Kledendracht met opa en oma. Kledendracht is van vroeger. Maar nu doen we dat ook nog aan. Zie de brunnetjes, de rokjes, de waaien. Vanmiddag gaan we naar het bejaardenhuis. Dan ga ik met mensen kletsen. Die mensen vinden het heel leuk als ik langskom. Ja. Dan kunnen mensen nog een beetje aan vroeger denken. Ja, nee, dat daar niet meer. Die maken allemaal foto's. En dat vind ik gewoon heel spannend als ze foto's maken. Heel leuk. Heel mooi. Hè? Is een plaatje. Ja, geweldig. Als ze foto's maken, lach ik. Ja.